Hoe kun je automation technology definiëren in een marketingcontext? Wel, ik denk dat het om te beginnen al belangrijk is dat je dit niet zomaar gaat beschouwen als een gewoon project. Maar dat je dit, als je de analogie maakt met een customer journey, dat je dit gaat beschouwen als een technology journey. Er verandert heel veel in die wereld en er is ook heel veel te doen. Dus je bent echt wel vertrokken voor een lang traject. Ik denk dat het voor de meesten onder ons op dit moment wel zo is dat we nog aan het begin staan. En dat we die marketingtechnologie nog kunnen definiëren als het automatiseren van manuele processen en repetitieve marketingtaken. Wat zijn nu de grootste opportuniteiten in de relatie tussen klant en adverteerder? Wel, het gaat altijd over de strijd om de aandacht. En je kunt heel simpel altijd meer advertenties gaan plaatsen. Of je kunt chockerende advertenties verzinnen of grappige. Dat gaat in wezen weinig veranderen aan de situatie. Mensen hebben een beperkte hoeveelheid aandacht. En door het aanbod nog uit te breiden, ga je relatief gezien minder aandacht krijgen per advertentie. Dat zal dus niet optimaal werken. Wat wel kan werken, is dat je gaat inzetten op relevantie. We hebben op dit moment de mogelijkheid om klanten op grote schaal te bevragen naar hun interesses. We hebben op dit moment ook de mogelijkheid om alles wat klanten doen effectief te gaan capteren. En we hebben ook de mogelijkheid en de capaciteit om al die inzichten te gaan verwerken en te komen tot relevante aanbiedingen. Heb je relevante aanbiedingen te maken aan je klanten, dan kun je hun vertrouwen winnen. En vanuit het vertrouwen kun je een relatie gaan opbouwen. En ik heb het dan niet zozeer enkel op de relatie op het moment van aankoop, maar ook een groot stuk daar voorbij. Daarnaast zal het ook heel belangrijk zijn dat je gaat nadenken over je rol in dit verhaal. Op zich is het zo dat je traditioneel een sponsor hebt in een bepaald verhaal, in een bepaald project. Dit gaat op zich op voor gewone trajecten. Maar waar je hiermee geconfronteerd wordt, is eigenlijk een innovatietraject. Sponsorship op zich zal niet volstaan. Je zult echt wel leadership moeten opnemen om je organisatie doorheen heel deze verandering te gaan begeleiden. De grootste uitdaging in heel dit verhaal is niet het technische, maar is het wijzigen van de cultuur en de interne processen. Dus vooraleer je eraan begint, denk na waar je naartoe wil gaan. Dan kun je gaan bepalen met welke tools je dat kan gaan doen. En denk er zeker ook over na welke organisatie je daarvoor nodig hebt. Wat zijn nu de sterktes en de zwaktes van die technologie? Wel, als je het goed aanpakt, dan kun je zeker een tribe gaan uitbouwen op schaal. Maar tegelijkertijd kun je net zo goed iedereen de kast opjagen op een geautomatiseerde manier. Wees je er dus bewust van dat het niet zo is dat je daar tools hebt die het allemaal voor jou zullen doen, want dan kan het net zo goed tegen je werken. Technologie is iets waarmee je moet gaan werken. Wees daar heel bewust van en volg ook op wat er gebeurt. In dezelfde lijn van denken, denk ook goed na over de ethische manier van handelen met data. Je data kun je gebruiken om vertrouwen te gaan winnen bij je klanten. Maar denk aan de storm waarin Facebook op dit moment beland is. Verkeerd omgaan met je data kan er ook voor zorgen dat je het vertrouwen zeer snel verliest. En dat is ook heel moeilijk te herstellen. Een derde punt is dat op basis van technologie het mogelijk is om heel snel je klanten te bereiken. Het nadeel daarvan is dat je klanten wel in de lead zitten wat technologie betreft. Er zijn bijvoorbeeld nog altijd heel veel firma's die een website hebben die niet responsive is. Je klanten die bewegen sneller wat technologie dan de meeste firma's. Dat betekent dus ook dat je nodig flexibiliteit moet gaan inbouwen. Waarom is die technologie nu eigenlijk noodzakelijk voor adverteerders? Wel, wat er veranderd is, is de manier waarop mensen gaan kopen. Ze gaan op zichzelf gaan zoeken. Ze gaan niet meer naar de verkoper lopen om informatie in te winnen. Ze gaan zich informeren en ze gaan vooral op zoek naar oplossingen en veel minder naar producten. Ze gaan daarbij hun netwerk consulteren. En waar ze echt nood aan hebben, dat is eigenlijk een trusted advisor. Dus dat is een rol die je eigenlijk kunt gaan opnemen in heel dit verhaal. Je wordt een trusted advisor. Je wint op die manier het vertrouwen van je klant. En op basis van het vertrouwen kun je die klant begeleiden tot een aankoop en ook nog verder gaan.
Dat is op zich niks nieuws. Dat is eigenlijk het verhaal van de kleine kruidenier op de hoek van de straat van vroeger, die zijn klanten kent en die ze begeleidt. Maar wat het grote verschil is dat je op deze manier wel kunt gaan schalen en een veel groter publiek kunt gaan bereiken. Wat organisaties betreft, denk ik dat er ook een aantal trends zullen zijn. Er zal een integratie zijn in applicatiesilo's, er zal een integratie zijn in organisatiesilo's en er zal ook hard ingezet worden op de skills die nodig zijn om ermee te werken. Kijk je naar de integratie van die applicatiesilo's, daar zie je al een eerste beweging die we ook al in Expert Community behandeld hebben. Meer en meer is het zo dat al die verschillende platformen hun data gaan aanleveren aan één dataplatform. En ze gaan hun data ook halen uit datzelfde dataplatform. Je krijgt dus al een integratie op het niveau van de data en de applicaties die zullen erboven werken, maar elk nog hun eigen logica toepassen. De vervolgstap die er zit aan te komen, is dat daar een decision layer tussen komt die gaat bepalen wat er voor die verschillende platformen op een consistente manier kan uitgewerkt worden. Dat betekent dat je dus een coherente beleving naar je klant kunt gaan aanbieden. Eenzelfde coherente beleving ga je proberen aan te bieden door de organisatorische silo's te gaan wegwerken. Op zich is het zo dat een sales- en marketingorganisatie al heel sterk op elkaar aan het afstemmen zijn. Een klant die heeft er echt geen boodschap aan vandaag de dag om nog te bellen en een aantal keer doorverbonden te worden. Dus de andere diensten waar je ook mee in contact komt doorheen je customer journey, die zullen daarop moeten gaan aansluiten. Dus ook daar zullen silo's moeten weggewerkt worden. In derde instantie is ook dat je dus, om met al die technologie te werken, opleiding gaat moeten geven en de skillsets gaat moeten uitbouwen. Daarbij vertrek je best vanuit de visie dat technologie geen holy grail is. De technologie op zich zal het niet voor jou doen, het is een hulpmiddel. Dat betekent dus dat je de mensen de middelen zal moeten geven om die tools voor hen te laten werken. Dat je het voorbeeld zal moeten geven en dat je zal moeten opvolgen hoe het allemaal evolueert.